De Nacho Teleton, die door Telesuur is georganiseerd, heeft binnen 4 uren 600.000 Surinaamse dollar opgehaald. Het bedrijfsleven heeft flink gegeven. Gum Air, Lucky Store, McDonald's en Fly Always gaven elk 20.000 SRD. VSA United en Circle Group elk 25.000 SRD. SAMC en Fernandez Group elk 50.000 SRD. Assyria gaf 80.000 SRD, terwijl Telesuur en Da Vinci Group elk 100.000 SRD doneerden. Ook het grote publiek leverde een bijdrage. Het benodigd bedrag is nog niet bereikt en dus gaat de inzameling nog steeds door. Tot en met 31 mei kan de gemeenschap sms'en naar 3535 om een bijdrage te leveren van 10 SRD per sms. Voor degenen die vanuit het buitenland willen doneren, is er een GoFundMe-pagina opgezet. Telesuur-directeur Antonius zegt dat het bedrijf al vanaf 2009 de Suriprofs sponsort, met als droom de voetbalprofs ooit eens te zien uitkomen tijdens het wereldkampioenschap voetbal.